Hier zijn we weer met onze natuurervaringen in de Haarlemmermeer en omgeving waar je zelf ook een week kunt doen. Het spannende aan deze tijd van het jaar is welke bloemen er nu weer gaan bloeien. Deze week vielen de hazelaars op en de winterakonieten. Hazelaars zijn de struiken waar hazelnoten aan groeien. Net als berken en elzen zijn hazelnoten windbestuivers, die dus niet van bijen afhankelijk zijn, want die zijn er nu nog bijna niet. De mannelijke katjes produceren enorme hoeveelheden stuifmeel, waar ze van hopen dat er een paar korrels op de vrouwelijke bloemen komen. Dat lukt wel, omdat er nog geen bladeren zijn. Die vrouwelijke bloemen die deze week zijn gaan bloeien, zijn zeer klein. Toch groeit er uit dit kleine dingetje 4 hazelnoten. Naast de sneeuwklokjes die massaal bloeien, is de vrolijkste kleur buiten in de natuur die van de goudgele winterakonieten. En die zijn deze week ook gaan bloeien. Elke week werken we in een aantal van onze natuurprojecten. Deze week zijn we voor de eerste keer aan het wilgenknotten gegaan in het speelbos Meermond. Daar hebben we bijna 200 wilgen en wilgjes geplant en bomen van de zware takken ontdaan in de afgelopen jaren. En je gelooft het of niet? Vooral de grijze wilg groeit zo hard dat er elk jaar weer 3 meter terugkomt. De grijze wilg is de grootste boomvormende wilg. De meeste wilgen zijn struikvormig. Als je deze boom zijn gang laat gaan, wordt hij in 60 tot 70 jaar zo groot dat hij zijn eigen gewicht niet meer kan dragen en dan scheurt hij met een storm of stort hij onder zijn eigen gewicht in elkaar. Maar als je deze wilg knot, kan hij wel 200 jaar oud worden. Ook wordt hij dan hol en wordt er een groeiplek voor allerlei soorten planten en een nestplek voor dieren en vogels gecreëerd. Je kunt wilgen elk jaar knotten. Dan krijg je takken waarmee je kunt vlechten. Je kunt het elke 5 jaar doen en dan krijg je mooie hekpalen. Of om de 10 jaar en dan krijg je brandhout voor de open haard. Zo deden ze dat vroeger overal. Maar door het gas en beton van tegenwoordig is het allemaal in onbruik geraakt. We gebruiken die takken van 3 meter lang om op allerlei plekken, vooral groene schoolpleinen, wilgetenenbouwsels en levende hutten te maken. Dit doen we in het kader van onze boomweggeefdag. Deze kar bevat de oogst van vandaag en bevat 600 slieten. Als je nieuwsgierig bent geworden, nodigen we je graag uit om ook een keer te komen kijken of te helpen. Elke dag van de week doen we 1 of 2 projecten. Neem maar contact op via mail, website of Facebook via stichtingmeergroen.nl als je een keer de sfeer en het werk wilt proberen.